Het op een creatieve wijze creëren van bewustwording over het realiseren van de Sustainable Development Goals, SDGs, is de studenten van de Vanguard Community College aardig gelukt. Dit liet de directeur van het instituut, Juro Di Potaruno, aan onze redactie zien vandaag tijdens een rondleiding op de jaarlijkse STEM-excursie van zijn organisatie. De studenten hebben met hun praktijkwerken laten zien wat zij aan creativiteit in huis hebben. Hun inzet is niet voor niets, zegt Di Potaruno. Jullie weten dat Suriname zich ook heeft gecommitteerd om de SDGs 2030 te bereiken. En vandaar dat we hebben gezegd dat de STEM-excursie die we elk jaar organiseren, eigenlijk die door de studenten worden georganiseerd, we het dit jaar gaan koppelen aan de SDGs. We vinden het belangrijk als onderwijsinstelling om ook een stukje awareness te creëren met betrekking tot de SDGs, waarbij de studenten de gelegenheid krijgen om hun creativiteit, hun innovativiteit eigenlijk toe te passen in wat ze allemaal aan het bouwen zijn, aan het maken zijn. Want de STEM-excursie is vooral bedoeld om te laten zien als student wat je in het afgelopen jaar hebt geleerd en de projecten die daaraan zijn gekoppeld, dus de bouwprojecten zoals je daarnet hebt gezien. De directeur zegt dat het gebleken is dat door de moeilijke financieel-economische situatie de studenten op onderzoek zijn uitgegaan. Ze hebben ook getoond dat het creatieve nu meer dan ooit nodig is om studieprojecten toch te laten slagen. Yaisa Baggan, coördinator van de STEM-excursie, geeft aan dat het project niet makkelijk was, maar wel de moeite waard was. We hebben komende dinsdag 11 april ook nog een dag. En u mag dus langskomen. Vooral voor middelbare studenten, HAVO'ers, PWO'ers, natin studenten, die mogen dus komen, meedoen. Het is heel leuk, het is heel educatief en het is ook interactief. Baggan geeft verder aan dat het de bedoeling is dat middelbare schoolstudenten bij een bezoek informatie krijgen over de verschillende processen. Vooral deze doelgroep heeft veel aan de STEM-excursie. Studenten van het eerste en tweede leerjaar van de School of Engineering van de Community College hebben ruim anderhalve maand deelgenomen aan het project.